het toch wel zo pakken. Beste mensen, een eer voor me dat ik hier even iets mag presenteren. Inderdaad, ik ben manager energie bij RVO. Maar ik zet vandaag ook even de pet op van het expertteam energiesysteem, wat inmiddels is opgeheven, maar een opmaat probeerde te leveren het afgelopen jaar tot mei ongeveer dit jaar. Voor het Nationaal Plan Energiesysteem, wat op dit moment wordt uitgewerkt. En ik wil een paar noties met jullie daarin naar voren brengen. Misschien ook wel als een oproep voor wie dan ook, om een aantal van die noties ook door te dragen. Als we nadenken en ook allemaal op de een of andere manier betrokken zijn bij dat Nationaal Plan Energiesysteem zoals dat nu vorm krijgt. En ik heb de titel gegeven Denk Achteruit. Eind vorig jaar kwam het expertteam. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar misschien anders is het misschien een beetje te veel jargon. Er was een groep van 10 mensen gevraagd door minister Jetten, ongeveer halverwege 2022, om inderdaad een soort van opmaat te geven voor het Nationaal Plan Energiesysteem. Denken jullie ook eens na over hoe zou het energiesysteem in 2050 eruit kunnen zien? Wat zijn de soort uitgangspunten die wij zouden moeten meenemen als we dat Nationaal Plan Energiesysteem ook in discussie met de samenleving en de experts gaan vormgeven? En dat hebben we gedaan. Dat was een commissie onder leiding van Bernard ter Haar. En daar zaten een aantal hoogleraren in van diverse achtergronden. Maar ook een voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. We hebben geprobeerd om daarin heel breed naar de toekomst toe te kijken. We kwamen met 10 uitgangspunten. En ik wil er een paar even uitlichten. Omdat ik denk dat die nog uiterst relevant zijn als we over de toekomst nadenken. De allereerste, en dat klinkt als een open deur, is denk achteruit. En dan denk je van ja, dat is nogal simpel. Jullie zijn gevraagd om over 2050 na te denken. Dus vanzelfsprekend begin je bij dat jaar en denk je terug. En toch is dat niet zo makkelijk. Want het is zo verleidelijk om naar het huidige energiesysteem te kijken. Naar de huidige industrie. Naar het huidige samenlevingscomplex, zou je kunnen zeggen. En zeggen van, en je dan af te vragen hoe je dat kunt gaan verduurzamen. Alsof de logica om zo'n industrie, zo'n samenleving, zo'n manier van verplaatsen valide is voor 2050. En als je enorm veel inzet gaat plegen om juist datgene wat je nu hebt te verduurzamen. Met andere woorden, als je zegt van, mijn industrie blijft dezelfde, maar ik ga die voeden met waterstof en groene stroom. En dan blijft de afname ook wel hetzelfde. Ik zeg van niemand dat ze zo denken. Maar dan ben je uiteindelijk denk ik niet op de weg waar je lopen wilt. Met andere woorden, denk vanuit het wenkend perspectief. Ga na wat de comparatieve positie van Nederland is in 2050. En probeer dan terug te denken en daar de bouwstenen voor neer te leggen. Denk achteruit. Heel belangrijk. En wat dat betreft ons uitgangspunt. Een paar andere dingen die ik er even uit wil lichten. Het derde punt, klimaatneutraliteit in 2050 was onze opdracht. Dat is was ons gevraagd. Het is dan goed om te beseffen dat er een aantal broeikasgassen blijven komen uit het Nederlandse systeem. En dat eigenlijk betekent dat de CO2-uitstoot al voor 2050 door de nul moet gaan. En dat we vanaf 2040, 2045 eigenlijk een negatieve CO2-emissie in ons energiesysteem moeten hebben. Anders kunnen we nooit klimaatneutraal in 2050 zijn. En we beseffen nog amper hoe dat moet. Eerlijk gezegd wisten wij dat ook niet precies. Het is, hoe doe je dat? Een negatief emissiesysteem bouwen voor je energievoorziening. Ten vierde, de specifieke economische structuur van Nederland die gebouwd is op onze locatie, die het logisch maakte om hier de raffinaderijen te bouwen, omdat we daarmee Europa van brandstoffen voorzagen. En plakken dan ook maar de chemische sector achter. Dus de schatkamer die we hadden met het aardgas wat we hier hadden en een hele industrie die daarop gebouwd is, die logica is er niet automatisch als dat met nieuwe bronnen gevoed moet worden. En daarmee hebben we dus hele specifieke uitdagingen als Nederland. En we hebben ook geprobeerd die te verkavelen. Volgende punt hier, rechtvaardigheid. En dat geldt eigenlijk ook voor robuustheid. Dat zijn dus die 3 parameters die ook bij het Nationaal Plan Energiesysteem staan. Dus rechtvaardigheid, robuustheid en duurzaamheid. Duurzaamheid mag een einddoel zijn. Maar rechtvaardigheid en robuustheid moet je ook onderweg waarborgen. Want als rechtvaardigheid in het pad al niet daar is, dan ga je dat pad helemaal niet kunnen lopen. Dan wordt dat niet gedragen en wordt dat niet geaccepteerd. Met andere woorden, is niet alleen een eindbeeld, maar ook onderweg.
Een volgend punt, dat is een van de laatste die ik nog even naar voren wil halen, is dat het dominante verhaal van het komende decennia wordt schaarste. He, dus aan de ene kant is energie abundant. En er is geen schaarste aan energie. De zon die brengt genoeg. Maar alle manieren om dat te oogsten. Alle manieren om dat te transporteren. Die doen een beroep op grondstoffen. Op metalen. Niet meer op brandstoffen. Maar wel op waterstof. Op investeringen. Maar ook op denkkracht. Op arbeid. Op ruimte. En het is het debat over de schaarste. Wat het tempo gaat bepalen en wat ook vol in het gezicht moet worden gekeken, zou ik bijna zeggen. Als je eenzelfde systeem als nu bouwt, dan wordt de schaarste een enorm probleem. Met andere woorden, die hele notie van een compacter systeem, daarom hebben we ook de nadruk gelegd op energiebesparing, wat in feite een shorthand is voor een andere manier van consumeren, is prominent in de toekomst. Laatste nog misschien ook minder robuuste en soms omstreden ontwikkelpaden. Wij waren als expertcommissie, ik denk heel eerlijk dat we zeiden, nou, wij zien in 2035 nog geen grote rol voor kernenergie. Matt gaat daar straks nog over spreken. Maar dat wil niet zeggen, dat stond ook niet in het rapport, dat je routes die op dit moment nog ingewikkeld zijn of controversieel, dat je daar zeker ook wel je tanden in moet gaan zetten. Want dit is niet de laatste transitie. We zullen door moeten gaan. En ook dat en een aantal dingen zijn zeer controversieel en die zul je toch ook moeten doen. Waar kwamen we dan op uit in mei? Een paar bouwstenen. Dus die ontwerpprincipes, ik heb ze al genoemd. En heel belangrijk nogmaals dat rechtvaardigheid en robuustheid niet alleen een karakterisering van het eindbeeld is, maar in zekere zin vooral van de weg. De komende 25 jaar naar 2050 toe is dat een essentieel begrip. Beeld van de toekomst, dat wenkende perspectief, dat is ook dat achteruitdenken. En inderdaad, een wenkend perspectief. We gaan naar een situatie toe waarin we betere huizen hebben, betere manieren van leven kunnen bewerkstelligen, waarin transport en mobiliteit stiller wordt en schoner, en waarin de industrie in veel opzichten betekenisvoller wordt en minder belastend. Dus dat is absoluut een wenkend perspectief. Overigens tegen in een aantal opzichten natuurlijk een donkere achtergrond. Want wel degelijk zal het zo zijn dat bijvoorbeeld de klimaatadaptatiemaatregelen een grote claim gaan leggen op alles wat we doen. Een paar bouwstenen. Ik pak er overal even één uit. De bouwsteen elektriciteit en waterstof, dus het energiesysteem. Daar licht ik dat nog even uit. Dat negatieve emissies uit het energiesysteem vanuit 2040 essentieel zijn om als Nederland en als Europa op klimaatneutraliteit in 2050 uit te komen. Lokale energietransitie. Pak daar die rechtvaardigheid en die lokale sturing. Een van onze grote verrassingen was hoeveel consensus er gevonden kan worden tussen een enorme diversiteit van stemmen als je met hen overlegt over waar willen we met elkaar naartoe. We hebben dat georganiseerd in inwonersberaden. Het was voor ons een geweldig mooi onderdeel van dit hele proces. De bouwsteen koolstoftransitie. Want laten we erkennen dat koolstof een bouwsteen blijft van onze economie, van onze samenleving in de toekomst. En wat daar nodig is, dat we opnieuw gaan reflecteren op wat zijn nou echt de comparatieve voordelen van Nederland in die koolstoftransitie als je geen gas meer hebt. Als je raffinaderijen voor brandstoffen niet meer nodig zijn. Wat is dan je positie? We blijven liggen waar we zijn. Hè? Geography is destiny, zeggen ze wel eens. Dus we hebben nog steeds een rol. Maar die is anders en denk daarover na. En de laatste, bouwsteen burgerparticipatie en sturing. We hebben ook een gedetailleerd rapport uitgebracht over wat de inwonerraad vond van de toekomst. En wat waren de veel parallellen met wat het expertteam. Misschien waren we wel helemaal niet nodig en was die inwonerraad wel voldoende. Laatste, dit is het beeld. Dat is ook het laatste beeld. En hebben we ook geprobeerd aantrekkelijks te maken van de wereld waar we naartoe gaan. Een groenere, schonere en een wereld die ook meer in balans is. En dan heb je ook dat aspect van schaarste geadresseerd. De sturende rol van infrastructuur die we willen benadrukken. Dus leg die ook niet verkeerd aan. Leg niet een infrastructuur aan om je huidige industrie te bestendigen als de comparatieve voordelen gaan verdampen. Daar moet je dus heel voorzichtig mee zijn. Nou, dat wil niet zeggen dat je de industrie niet nodig hebt. Dat is absoluut niet zo. De industrie hebben we heel hard nodig, maar het is een andere. Die infrastructuurbeslissingen dus cruciaal. Lokale klimaatneutraliteit. En
het laatste daarbovenin. Begin bij 2050. Denk achteruit. Wat is de wereld waar we in willen zijn? En accepteer dan ook dat er gewoon bedrijven zijn die nu... En hoe pijnlijk ook. Die nu failliet gaan. Die je ook eigenlijk misschien wel niet wilt hebben. In 2030 of 2040. En dat is niet leuk. Doel wat dat betreft... creatieve destructie. Je wilt niet het slachtoffer zijn van creatieve destructie. En toch zal dat gaan gebeuren in de tijd die komt. Daar wilde ik uiteindelijk bij laten. En ik hoop dat een aantal van die noties, en dat zie ik ook, in het Nationaal Plan Energiesysteem worden meegenomen. Dit was volgens mij het laatste beeld. Dit was ons motto. 2050 is al begonnen. De keuzes die nu gemaakt worden, de keuzes die nu... voor een belangrijk deel ook onze manier van samenleven en onze manier van produceren bepalen. Die keuzes worden nu gemaakt. In die zin is 2050 nu al begonnen. Dat wilde ik belaten.